ンクラブジャパンのために来日していただきました。サンキューサンキューハイサンフライ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 サンキューサンキューハイサン。Iedereen verwacht nog één ding, sportieve prestaties en goed door Wuurten gebouwd. We weten met z'n allen dat geldt niet voor vandaag en morgen. Ik heb er heel veel vertrouwen in, zeker ja. Ja. Derksen nu de vrije man. En wie loopt hem dan binnen? Derksen doet het, het is 3-0. Het is klaar, het volksfeest in Venlo is compleet. Zij keren terug na 14 jaar afwezigheid in de Eredivisie. Dit is gewoon schitterend natuurlijk. Hey Duitsen, jij hebt het al die jaren over gedaan. Officieel. Ik ben een dis, want het is 3-0. Nee. Ik ben Keske Honda. Maar ander Honda dan de auto. De vrije trap. Ja, daar zit hij dan toch. Daar is hij dan toch. Maar hij is toch maar net al in het veld. En dan nu de floten en dan zien we officieel kampioen. De gaat nemen ze de veld. Zelfde maar schieten. Honda, niet te geloven! Wat een werelddoelpunt! Volgende gevaarlijke kans, wat een goal zeg! Yoshida, 3-2 zeg! Ik denk dat vandaag in ieder geval een heel belangrijk document getekend is, namelijk dat we zeggen, nou, dit is wat we willen, dat is duidelijk. De raad is nu aan de zet. We beginnen nu met een stadion dat 15.000 seats heeft. 8 jaar lang werkte VVV-voorzitter Hai Berde aan zijn droom, maar het heeft niet zo mogen zijn. Misschien had ik niet zo lang vast moeten houden aan de locatie, maar dan had ik het ook niet gedaan. Ik denk dat dit de allergrootste teleurstelling en de grootste nederlaag voor mij is geweest. Dat betekent het doodvonnis voor betaald voetbal in deze stad, in deze regio. Dat betekent dat. Eén minuut voor tijd. Het wordt Opoku. Nee, het wordt Leemans. Oh, wat een geweldige goal! Clint Leemans, een minuut voor tijd. Bezegeld de promotie van VVV naar de Eredivisie. Want ik kan me niet voorstellen dat de ploeg van Stijn dit nog weggeeft. 0-0 is voldoende. Dit is het kampioensteam in de Jupiler League 2016-2017. Hij stond mede aan de basis van de wederopbouw van VVV, nadat de club eigenlijk geen toekomst meer ligt te hebben. We mogen zelf stellen dat deze club zonder Hai Berde wellicht niet meer had bestaan. Hai, daarvoor kunnen we je nooit genoeg bedanken. En het heeft Zijn Majesteit de Koning behaagd jou te benoemen tot officier in de Orde van Renassa. I mean, it's destiny. I really appreciate Hai Berde because he really took care of me as a player, as a person. So I learned a lot from him how to spend time in Holland. Yeah, he's like my Dutch father. Yeah.
I like him. He's an amazing guy.